En ja, dit kan natuurlijk niet. Nee. We gaan naar mensen die uit de Randstad verhuizen. Want die gaan steeds vaker in de provincie wonen. Ja, naar het platteland. Volgens onderzoek van de Rabobank doen ze dat vooral vanwege de prijzen van de huizen. En in mindere mate omdat ze op zoek zijn naar rust en ruimte. Het is dus eigenlijk vooral een geldkwestie. En heel veel media beweren vaak van hè, het is zo dat ze rust en ruimte willen. Nee, dat is het dus niet. Het gaat eigenlijk vooral om het geld. 6 op de 10 mensen die in de Randstad kopen, zo komt naar voren in het onderzoek, willen het liefst een woning in hun eigen stad, maar door het beperkte aanbod en de hoge prijzen lukt dat niet. En vervolgens gaan ze dan dus naar het platteland. De trek naar buiten heeft ook invloed op de huizenmarkt net buiten de grote steden, want daar gaan de prijzen dus ook al flink omhoog. Ja, de vraag is dus ook hoe lang die trek nog kan duren. Ja, ik begreep dat u juist een beetje van de provincie iets meer naar centraler bent getrokken, hè? Ja, ik heb net een klein kindje en ik wil haar toch wel zien opgroeien. Dus Groningen-Den Haag is heftig om dat vol te houden. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat mensen naar het noorden trekken, want het is daar prachtig wonen. Ja, dus ik ben eigenlijk dat u weg bent. Ik snap het. Ja, met pijn in het hart, ja. Ja. En ja. toch een geldkwestie ook. Verbaast u dat? Ja, aan de ene kant niet. Hè. Tijdens de coronacrisis zijn we natuurlijk allemaal meer thuis gaan werken. Daardoor stellen we ook andere eisen aan onze woning. En we zien dat in gemeentes zoals bijvoorbeeld Amersfoort, Ede, Apeldoorn, ja, daar wordt een groot deel van de huizen wordt gekocht door mensen die vanuit de Randstad komen. En je ziet zelfs dat gemeentes nu al de mogelijkheid hebben om hun eigen inwoners een voorrangspositie te geven als het gaat om het kopen van een woning. Omdat er anders een soort verdringing gaat plaatsvinden. Dus ja. Ook dit vraagt weer om beleid. Om beleid, ja, ja, toch weer. Ja. Zien we niet dat het nu wel een beetje aan het veranderen is? Want je hoort toch verschillende verhalen ook over die woningmarkt, dat de boel wel een beetje aan het afkoelen is. Ja, dat is zeker zo. De huizenprijzen die zijn zelfs al licht gedaald. We hebben te maken met een heel snel stijgende hypotheekrente. Mm-hmm. En dat zet onmiddellijk de betaalbaarheid onder druk. Wat niet wegneemt dat het tekort aan woningen natuurlijk wel blijft. Dus we hebben in Nederland nog steeds meer dan 300.000 woningen tekort. Dus het probleem is niet opgelost. Alleen de betaalbaarheid is afgenomen, waardoor de prijzen wat dalen. Ja, snap je dat mensen wegtrekken uit de Randstad, Jean? Nee, je zag het in coronatijd inderdaad veel. Ik denk wel altijd op het moment dat je in een boerendorp gaat wonen, moet je als randstedeling goed realiseren dat hanen toch al rond een uur of 4:30 beginnen met kraaien. En dat leidt nog wel eens tot conflictjes. Weet jij dit uit ervaring? Of zeg jij dit toevallig? Ik weet het omdat wij vroeger ook hanen en kippen hadden. En die waren er erg vroeg bij. Maar je hoort wel eens inderdaad dat mensen naar het platteland verhuizen en daar gaan klagen over dingen die ze daar vervolgens tegenkomen. Dus ja, het is toch wel echt het is anders dan in de grote stad. Ik vind het sowieso al zo randstedelijk als mensen zeggen het platteland. Ja. Want toch niet alles, ik zeg het niet per se tegen jou hoor, maar niet alles wat buiten de provincie is, is direct het platteland. Nou, en inderdaad, we moeten ook niet vergeten, waar gaan mensen dan naartoe? Naar gemeentes net buiten de Randstad. Kijk, Amersfoort kun je natuurlijk geen platteland noemen. En zeker als je het op internationaal niveau bekijkt, ja, dan wonen we bijna allemaal in de stad. Dus ook dat moet je natuurlijk wel een beetje relativeren. En nog steeds, mondiaal gezien, is er gewoon een trek naar de stad. En dan zijn gemeentes die net buiten de Randstad liggen ook nog steeds als stedelijk gebied kunnen worden aangemerkt. We gaan naar